De Avondvierdaagse in Beuningen is deze week weer van start gegaan. En dit jaar is dat voor de 50ste keer. Niet alleen voor de organisatie, maar ook voor alle kinderen is het dus een erg speciale editie. Om dat gevoel nog wat kracht bij te zetten, krijgen alle deelnemers een mooie patch om hun nek gehangen. Honderden kinderen, ouders en andere wandelliefhebbers komen af op de 50ste editie van de Avondvierdaagse in Beuningen. De sfeer zit er goed in met voldoende eten, drinken en muziek om de tocht goed vol te kunnen houden. Voor de meeste deelnemers is de 50ste editie niet de eerste keer dat ze meedoen. Loop je de Avondvierdaagse voor de eerste keer? Nee. Voor de hoeveelste keer? Vijfde. Nee, ongeveer voor de vierde keer. Ik heb al 4 keer gelopen. Ik denk dat dit mijn 5e keer is. Ongeveer. Dit is mijn 3e keer. En wat vind je ervan? Leuk. Nou, we staan nu ongeveer halverwege de route. Hoe voel je je? Goed. Ja. Heb je niet een beetje last van de benen of van de voeten? Nee, niet echt. Ja. In het begin ook al, want gewoon. Want het is gewoon. Ik loop niet zo heel veel. Ik fiets meestal. Wat vind je het leukste aan de Avondvierdaagse? De sfeer, gewoon met al je vrienden en zo. Het is gewoon fijn, gezellig. Ja, het is wel gewoon heel leuk, want gewoon ook het snoep en zo, de sfeer. Het is gewoon gezellig. Met je vrienden een beetje lollen. En, ja. Ik vind het altijd heel gezellig en leuk. En ja, gewoon met vrienden lopen vind ik altijd wel leuk. Ga je nog volhouden tot de finish, denk je? Ja. Vooral met snoepjes.